jongste dochter komt uit bad en weigert om zichzelf af te drogen. Ze staat met haar handdoek half omgeslagen, stokstijf, haar hoofd hangt naar beneden en ik vraag haar of dat ze zich wil afdrogen. Ze zegt, ik wil niet zelf afdrogen, zegt ze met een chagrijnige stem. In een split second bedenk ik een nieuwe strategie. In plaats van te gaan lopen, trekken en leuren, zeg ik tegen haar, jij bent mama en ik ben jouw kindje. En jij wil mij naar bed brengen. Hoe los je dit op? Ik pak de handdoek, sla me om bij mezelf en zeg met een chagrijnig gezicht naar beneden gebogen, ik wil mezelf niet afdrogen. Nou, je had haar moeten zien kijken. Dacht ze, dit is gek. Ineens viel het kwartje bij haar. Zo leuk hoe je de ander inzicht kan geven door een spiegel voor te houden. En ze had het zelf niet zo in de gaten. Niet hoe ze reageerde en niet hoe dat ze op een ander overkwam. Nou, hoe gaat dat dan in communicatie met klanten? Nou, dat gaat vaak precies zo. De ene persoon stelt een vraag aan de ander. En soms krijg je een reactie die je niet had verwacht. Een reactie waar jij niet zo blij van wordt. Dat raakt je. Het kan dus zeker gebeuren dat het jou dat ook overkomt wanneer je samenwerkt met klanten. Nou, wat doe je nu wanneer je een onprettige reactie krijgt van een klant? Nou, voordat ik daar verder op inga, is het goed om even stil te staan bij hoe jij de reactie verwerkt die je krijgt. Wanneer het jou raakt. Wanneer het jou raakt, raakt het vaak een plekje bij jou, een plekje oud zeer. Dat is vaak een deel van jezelf, een gekwetste kindsdeel. Dat is ontstaan door diverse vervelende gebeurtenissen in je leven. Maar wanneer het je raakt, raakt het een vooroordeel, emotie, patroon, norm of vraagt het om een stuk erkenning van jezelf. Wanneer jij een heftige reactie teruggeeft op de reactie die je gekregen hebt, maak je het van jou, terwijl het niet van jou is. De reactie die je krijgt zegt iets over de ander, niet over jou. Wat je dan beter kan doen, is de spiegel voorhouden voor de ander. En die persoon duidelijk vertellen wat je ziet, hoort, voelt. In de reactie van de ander. Net als bij mijn jongste dochter, die het niet in de gaten had hoe zij op mij overkwam. Nou, zo is de kans groot dat ook de ogen open gaan van jouw klant. Vaak hebben ze zelf niet in de gaten. Dus is het geen bewust gecontroleerde reactie. Want uiteindelijk ligt achter elk probleem een wens. En het is dan aan jou om achter de wens van het probleem te komen. Nou, een paar tips voor zo'n situatie. Blijf altijd rustig. Weet dat je de reactie iets over de ander zegt en niet over jou. Hè. Vertel wat je ziet aan de ander. En ook wat je hoort en voelt. Hè. Benoem zoveel mogelijk zintuigen. En reageer dan met een vraag. Onderzoek wat de wens achter het probleem is. En ga dan op zoek naar een win-win situatie voor jullie beiden. Nou, als je onthoudt dat achter elk probleem een wens schuilt, dan helpt jou dat bij elke lastige situatie die je tegenkomt. Het klinkt makkelijk, maar dat is het natuurlijk in de praktijk niet. Nou, ik hoop dat je aan deze stappen al een hele goede basis hebt om hiermee verder te gaan. Later is het ook interessant om te onderzoeken waar datgene wat jou raakt op jou aanhaakt. Hè? Hoe komt het dat het jou raakt? Wat zegt dat over jou als persoon en waar wil jij nog verder in groeien? Ik hoop dat ik je hiermee heb geïnspireerd en weet, zakelijk succes bereik je door het ontwikkelen van je zakelijke kennis, maar ook door de groei van jou als persoon. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.